kraaienpot dit. Hoe lekker smaakt deze overwinning? Ja, lekker. Elke overwinning smaakt goed natuurlijk. Maar alleen, ik had liever met de 11 man geëindigd natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Maar uiteindelijk 4-0 overwinning. Nadat je met 10 man bent komen te spelen. 1-0 voor. Direct een fantastische redding van Jasper. Ik kwam er goed in. Die eerste vrije trap die pak ik al lekker. En daarna probeer je op te bouwen en krijg je hem terug. En dan geef je een hijs naar voren. Het was, je ziet dat het 2 staan in plaats van 3. En dan probeer je hem gericht weg te leggen. En dan stuit het hij en dan zie je een schot van Colbert. En dan denk ik, nou, ziet er leuk uit. En dan tikt hij daarna binnen. Nou, dan geniet je enorm. Voor mij was het op een geweldig moment. En net 2 goede kansen gemist de eerste helft. En ik baalde echt van. Dus voor mij was het heel goed. En ook nog natuurlijk voor het team op dit moment. Je haalt Fischer ook naar de kant. Wat was het plan? Nou ja, om 4-4-1 of 1-4-4-1 te gaan spelen. De spits alleen maar bekommeren om de 2 centrale verdedigers. En buitenspelers of middenvelders die zeg maar de backs moeten opvangen. En, heel veel schuiven. En dan krijg je een spelletje wat wij de eerste helft hebben gedaan tegen hun. In een hele kleine ruimte proberen openingen te vinden. En dat moesten zij de tweede helft doen eigenlijk. Ongeveer 40 minuten lang. En dan kun je maar zien hoe lastig dat is. Je pakt die bal, die vrije trap. Maar ook meteen klem. Was je al warm of hoe gaat zoiets? Nee, normaal doe ik in de rust nog een beetje mee hoog houden. En nu was ik er niet. Ik was aan het kijken wat NEC gemaakt had. Want ik was gewoon lekker ontspannen, rustig mijn dingen aan het doen. En ik ga zitten met mijn kopje thee voor de tweede helft. En dat gebeurt. Het is een moeilijke rol voor hem natuurlijk. Ja, hij is ook heel graag spelen elke wedstrijd. Maar hij weet gewoon, als Ajax of mijn trainer of mijn ploegmaat me nodig hebben, dan sta ik er. En dan moet je dus, net zoals elke andere speler, moet je toeleven naar deze wedstrijd. En daar maak ik me geen zorgen over met Jasper. En dat heeft hij vandaag weer laten zien. Kijk, als je die bal zo eigenlijk koud uit de reservebank komt en je pakt hem direct klem vast. En daarna nog ook natuurlijk een kleine assist geeft eigenlijk op de 2-0. Nou ja, dan ben je goed bezig. Het zijn de wedstrijden waarvoor je naar Ajax bent gekomen, denk ik, hè? PSV uit. Ja, tuurlijk. Dit zijn de wedstrijden. Kijk, het zijn hele mooie wedstrijden om te spelen. En daar ben ik heel blij mee dat ik hem mag spelen. Maar goed, verschrikkelijk zuur voor kennen natuurlijk. En dat wil ik wel duidelijk hebben. We gaan met vol vertrouwen naar Eindhoven toe. En ik kijk uit naar die wedstrijd. Het wordt een kraker zondag, hè? Het wordt echt een kraker en absoluut de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En, nog 5 wedstrijden en echt spannend.